Hoi allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Suzanne en vandaag wil ik weer een unboxing met jullie gaan doen. En dit keer van de stationery box van Café Analog. En deze is van de maand februari. En dan vraag je misschien af, wat is een stationery box? Nou, het is een box gevuld met allemaal leuke spulletjes, maar je weet van tevoren dus niet met wat. Persoonlijk vind ik dat heel erg leuk, omdat je dan spulletjes krijgt die je misschien niet zo snel zelf zou kopen, maar die wel super leuk zijn om te hebben of om te gebruiken. De box die komt verschillende keren per jaar uit. Deze dan van februari, maar dit jaar komt hij verder nog in mei uit, in juli, in september en in december. Hij kost €50 per box, plus €4,50 verzendkosten of €9 als je het verzekerd verzonden wil hebben. En je kan het gewoon via de webshop kopen. Die van mij die staat nu ook al in de webshop te koop. En mocht je nou denken naar dit filmpje van nou, het lijkt me ook heel erg leuk om zo'n stationery box te kopen of om een andere bestelling te doen bij Café Analog, dan mag je mijn naam doorgeven bij de opmerkingen bij de bestelling en dan krijg je een gratis cadeautje bij je bestelling. Dus dat is natuurlijk super leuk dat ik dat mag doen van Desiree, echt super lief van haar. Ik zou zeggen, laten we lekker gaan kijken naar de unboxing van deze box. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie vragen dat als jullie mijn filmpjes leuk vinden, deze dan te liken. En abonneer je ook gelijk even op mijn kanaal, als je dat nog niet gedaan hebt. En dat kun je doen door op de abonneerknop onderaan de video te drukken. En druk dan ook gelijk even op het belletje, want dan krijg je een notificatie voor elke keer als ik een nieuwe video online plaats. En mis je dus niks meer van mijn video's. Ik wens jullie veel kijkplezier. Zo, ik ga hem nu samen met jullie openmaken. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Ik heb zelf ook nog niet gekeken. Ik heb alleen de plakband al van tevoren even opengesneden. Nou, het zit altijd heel mooi verpakt als je daar wat bestelt bij Café Analog. Met zo'n mooi papiertje eromheen. En zo'n mooie sticker met Love for Analog. Op de een of andere manier spreekt me dat ook altijd heel erg aan. In deze digitale wereld, om dan ja, een beetje van die analoge hobby's te hebben die gewoon echt eventjes weer nou ja, uit de digitale halen. En dan zie ik als eerste een brief met Hello my dear stationary friend, a whole new year ahead of us, like an empty journal. Fill it with happy memories. Here's your Café Analog February box. Het is in het Nederlands. Er staat een heel nieuw jaar op ons te wachten. Net zoals een lege journal. En vul het met mooie herinneringen. En dit is de February box. Ah, er zit een hele brief in met uitleg over de producten erin. Ik zit even te denken of ik hem nou zal voorlezen, maar ik ga hem gewoon stuk voor stuk voorlezen, denk ik, als ik de producten pak. Ik denk dat dat het leukste is. Nou, mijn oog valt gelijk op deze mooie stiftjes. En als ik kijk op het briefje wat hierbij staat, staat er Kuretake Japan for Zig brush pens came out with new smoky colors. I don't know about you, but I still practice my brush lettering and these make it even more fun. They also work great as highlighter for sketching and journaling, cartooning, illustration or even stamping. Color in your stamps and stamp away. They are water-based, so they blend perfectly with each other too. Dit zijn brush pens en die kun je dus eigenlijk gebruiken om te handletteren, maar je kan ze ook gebruiken om in je journals dingen te highlighten of om mee te schetsen of mee te tekenen natuurlijk. Maar je kan ze dus ook gebruiken om stempels, de stempel in te kleuren en daar dan mee te stempelen. En ze zijn op waterbasis. Super cool, echt super mooie kleuren ook. Daar ben ik echt heel blij mee. En dan zit er ook een stempel in. Ook zo'n mooi papiertje ook, die je ook nog zo'n mooie journal kan doen. Dit is echt wel heel erg gaaf. En dit is dus een handgemaakte stempel van Petra Bricic. Ik zal voorlezen op het briefje wat erbij zit. Longing for spring and fresh air, we ask Petra Bricic to design a new stamp for us. And so she did. We call her Adriana, after her grandmother and the Adriatic Sea where she grew up. Smell that sea air.
Dus ze hebben de ontwerpster Petra Bricic gevraagd om een stempel te ontwerpen voor Café Analog. En dat heeft ze gedaan. En ze heet dus Adriana. En ze is vernoemd naar de oma van Petra. Maar ook naar de plek waar ze is opgegroeid, aan de Adriatische Zee. Echt supermooi is deze. En dit is denk ik inkt. Oh ja, dit is one of Japan's most famous stamp ink brands. En dit is Shachihata. Het is soms moeilijk om de namen uit te spreken. They came out with three new Iromoyu Japanese traditional color series. The other two colors will appear in our shop soon. These are acid-free, oil-based ink. And it's waterproof, resulting in a matte finishing. And they dry super fast. Dus dit is een van de beroemdste inktmerken van Japan. En ze zijn in drie nieuwe kleuren uitgebracht. En eigenlijk Japanse traditionele kleuren. En de andere twee kleuren komen snel in de shop van Café Analog. En ze zijn zuurvrij en op olie gebaseerd. En ze zijn daarom waterproof. En ze geven een matte finish. Ik ben heel benieuwd naar deze. Dan zie ik super toffe washi tape. Die is echt heel mooi. Nou, dit is de tape. Echt super mooi met allemaal van die blaadjes. En dit is dus washi tape, maar het voelt ergens ook een beetje petachtig aan. Dat is doorzichtige tape. Kijk hoe gaaf. Dat is wel hele elegante tape. Echt super mooi. Heel erg mooi. Kijk of ik hem weer netjes opgerold krijg. Ja, echt heel mooi deze tape. En wat er op de brief over bij staat is: Japanese designer Cozy Washi Tapes brings a washi with traditional folkloristic drawings. They say spring all over, don't you think so? Dus het is een washi tape van een Japanse ontwerper, Cozy Washi Tapes. En doet er heel erg aan de lente denken. Heel cool. En dan zie ik nog een washi tape. Deze is ook echt heel erg mooi. Hele andere kleuren. Kijk hoe gaaf. Kijk hoe mooi met die bloemetjes en dat blauwige, grijzige, maar ook een beetje craftkleur. Beetje beige eigenlijk. Super mooi. Zijn ook kleuren waar ik recent heel veel mee werk. Dus ik denk dat ik deze zeker snel ga gebruiken ook. Net zoals de andere spulletjes overigens. Want ik vind alles wat ik tot nu toe heb vastgehad echt allemaal super mooi. En op de brief staat over deze tape: one of our favorite washi designers is Yohaku. And we fell in love with this winter gifts tape right away. How beautiful are these winter hues? I could wallpaper my bedroom with these. So pretty. Dit is gemaakt door de Japanse ontwerper Yohaku. En hij heet de winter gifts tape. En ja, Desiree van Café Analog is helemaal verliefd op deze winterkleuren. En ze zegt, ik kan hier wel mijn hele kamer mee behangen. Nou, dat snap ik wel, want dit is wel echt hele mooie tape. Ja, dan zie ik nog deze. Wat schattig. Dit zijn washi stickers. Echt superleuk. Als je goed kijkt, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zitten dus allemaal rondjes op. En eentje staan een vliegtuigje en verder allemaal nog dit soort rondjes. Echt super cool. En twee velletjes. Echt aan de lente doet me dit echt denken, die kleur. Echt zo leuk. Ik vind dit ook heel altijd leuk, die paper planes. Of die papieren vliegtuigjes. En op de brief staat over deze stickertjes: we know you all love little washi sticker sheets, so we added another pretty Kitera one by Rayu Rayu. They are little transparent springy circles for your journals or collages. Heel leuk zijn deze ook. Echt leuk voor de lente. Ah, deze ken ik al. Dit zijn klassieke labels. Ik ben echt fan van die klassieke labels. Die zijn zo leuk om te verwerken in je journal. Hier kun je bijvoorbeeld wat opschrijven, maar je kan het ook als achtergrondje gebruiken. En in de brief staat over deze:
To top it all off, we added one of our best-selling klassieke labels that you can never have enough of. Dus ja, als laatste hebben ze deze klassieke labels toegevoegd die heel populair zijn en waar je eigenlijk nooit genoeg van kan hebben, staat er in de brief. En dat klopt ook. Ik heb echt heel veel soorten en ik bestel ze ook elke keer weer opnieuw. Ik vind ze echt heel leuk om te gebruiken. Nou, ik dacht, het is misschien nog wel eventjes leuk om te laten zien hoe de producten werken. Laat ik eerst met zo'n brush letter pen beginnen. Ik gebruik gewoon een wit blaadje. Dit is de roze kleur. Een hele zachte punt zie ik. Dus dat is wel voor mij even wennen. Maar wel super mooi. Het voelt ook heel mooi, echt een beetje waterig aan. Dit is dan de paars. En wat me opvalt is dat het ook echt een kwastje is. Het is geen vaste punt. Het zijn echt een soort van haartjes. Ik zal het eventjes laten zien aan de hand van een papiertje. Of kijk of ik nog een klappapiertje heb. Ja, deze kan ik wel gebruiken. Kijk, je kan zien als ik het inzoom, dat het een soort haartjes zijn die echt uitwaaieren. Ik hoop dat je het zo kan zien. Dus het is geen vaste punt. Het is echt een soort van klein penseeltje echt. Echt net zoals een kwastje. Echt hele mooie kleuren. Ik zal ook proberen te stempelen. Welke kleur zou ik nemen? Ik denk de roze. Want dat schijnt dus te kunnen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan met zo'n stift gestempeld. Ik denk, je zou natuurlijk ook nog kleuren kunnen mengen. Kijken of dat nog werkt. Bijvoorbeeld die paars eroverheen doen. Dat zo'n beetje zo blendt. Ik ga nu natuurlijk wel over het roze heen. Dus geen idee of dat heel mooi wordt. Maar... kijk hoe gaaf. De eerste ding kan natuurlijk ook die haren allemaal een ander kleurtje geven. Zeg maar roze. En dan paars. Ik weet dus niet of het dan te snel opdroogt, dus probeer wel een beetje door te werken. En geel is natuurlijk mooi. Ik doe het maar even buiten, anders dan... bang als de geel... de roze aanraakt dat de geel dan een beetje besmet wordt met die kleur. En groen. Wat voor kleur zullen we haar gezichtje doen? Ik denk ook roze. Zo. En dan haar truitje blauw. Gewoon benieuwd of dit lukt. Gewoon eens een spontaan idee wat bij me opkomt. Kijk hoe vet. Super cool. Nou, dat kan dus ook. Je kan met de stiften echt kleuren. Dan ben ik ook benieuwd naar deze. Die gaan we ook nog even proberen. Oh, het valt me op dat het echt zo'n kussentje is. Echt een beetje zo in de vorm van een kussentje. Wat schattig. Het valt me gelijk op dat het heel rijk is qua kleur. Die ook proberen. Wauw. Dit is echt heel mooi. Het is een hele mooie, rijke afbeelding. Heel gaaf. Ik ga even proberen een hele fijne stempel erbij te pakken. Ik bedoel niet fijn in de zin van fijn om mee te stempelen, maar fijne lijntjes. Dus heel gedetailleerd. Nou, deze is denk ik wel gedetailleerd. Want ik denk dat dat ook super mooi wordt met deze inkt. Deze is van Elsie with Love. Ja, super mooi. Wat een mooie scherpe afbeelding, afdruk.
Kijk, ik zal het nog even dichterbij houden. Kijk hoe mooi. Heel erg mooi. Nou, echt wat een superleuke box met echt hele mooie producten die ik echt zeker allemaal ga gebruiken. Er zit niks bij waarvan ik denk van, nou jammer, dat zou ik niet gaan gebruiken. Ik vind echt alles heel erg mooi. En ook leuk allemaal verschillende dingetjes zoals inkt, maar ook een stempel, maar ook die stiften en washi tape en labels en stickertjes. Echt superleuk. Ik zal ze even nog allemaal voor jullie uitleggen. Ik hoop dat ik jullie een beetje een indruk heb kunnen geven in wat er in de subscription box zit van Café Analog. Deze is dus van februari, dus helaas niet meer te krijgen. Maar soms zijn er nog wel producten over en plaats deze race in de webshop. Dus mocht hier iets tussen zitten wat je leuk vindt, neem gerust een kijkje in de shop. Die box van mij die staat inmiddels wel online, dus die kun je bestellen als je dat leuk vindt. En mocht je een bestelling doen bij Café Analog, vergeet dan niet mijn naam door te geven. Want dan krijg je een extra cadeautje bij je bestelling. Dus dat is natuurlijk superleuk en heel erg lief van Desiree dat ze dat doet. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoor ook graag in de comments wat jullie ervan vonden. En ik hoop weer tot de volgende keer. Doei doei!